Wat doe je als je conifeer een gatenkaas is geworden? Ja. Ja, dat is best erg, hè. Kijk, het kan natuurlijk altijd een keer gebeuren, hè, dat je per ongeluk te diep knipt. Dan kom je op het kale hout van de conifeer en daar loopt hij gewoon niet meer op uit. Dan hou je dit soort kale plekken. Nou, wat je nou kan doen, is van eigenlijk alle kanten om die kale plekken heen, de twijgen die nog wel groen hebben, daar een beetje heen te sturen. Wat ik dan doe, je pakt bindraad, het liefst een beetje flexibel. Ik gebruik altijd een tie-ripje die ik heel losjes vastzet. Zo, klein beetje aantrekken. Kijk, dan gaat hij dit gat afdekken. Hier zit bijvoorbeeld nog een mooie groene twijg. Die kan ik daarheen brengen. Even zoeken. Kijk, hier zit er nog één. Ik kan mooi daarheen. En zo dicht je het gat. En zo dicht je inderdaad het gat. Want wat gebeurt er? Kijk, dit kan je gewoon de hele winter doen, hè? Dit soort dingen. Niet te vast, hè? Anders gaat hij op een gegeven moment zichzelf afknellen. Zo. Al die groene scheuten die hier nu heen wijzen, en straks komt er hier ook nog heen, kijk deze, die gaan allemaal uitlopen dit voorjaar. En die gaan uiteindelijk dit rare gat bedekken. In het begin, die tijripsjes, is ook alleen maar even om hem in die stand te zetten en hem een jaartje te houden. Over een jaar of twee, drie gaat er nog gewoon even met een snoeischaartje door die struik heen om die witte bandjes vervolgens nog even door te knippen om te voorkomen dat het zichzelf gaat afknellen. Nou, en dit principe kan ook bovenop. Deze coniferenhaag is vorig jaar heel drastisch in hoogte gesnoeid. Zeker de helft hebben ze weggeknipt. Ja, en dan is dit het resultaat. Het ziet er natuurlijk niet uit. Aan de andere kant, als je het maar hoog genoeg doet, zie je er ook niks van. En het herstelt zich ook nog eens vanzelf. Want kijk, alle scheuten uiteindelijk vanuit de binnenkant van de haag, die groeien ineens ook weer de andere kant op. Nou, maar dat duurt wel een paar jaar. Je kan hem ook een handje helpen. Is door alle lange twijgen van de zijkant buigen naar het midden. Deze ook. En weer even vastzetten met een draadje of met een tie-rip. En dan zal je zien, binnen een jaar, woep, zie je er helemaal niks meer van. Kijk je uit? Ja, zometeen word ik neergezabeld door een Leilandi. Leilandi-moord.